Ja, zo'n kans gaat er natuurlijk altijd in. De doelman valt in dit geval helemaal niets te verwijten. Als een speler het voor elkaar krijgt om daar op zo'n positie de bal te krijgen, ja, dan is het eigenlijk altijd een goal. De aftrap wordt genomen en het staat ondertussen 6-0. Serdar Aziz. Gaffetti. Die bal weet hij goed onderscheppen. Goed opgesteld. Er zijn nog 20 minuten speeltijd over. De laatste fase. Salai. Nu weer verspelen ze de bal. Ruimte op de flank nu. Pjanic. De doelman heeft hem in zijn handen. Batshuayi. Nou, hij moet zich helemaal uitrekken om die redding te maken. Er gaat vers bloed ingebracht worden. Bal naar het midden. Zorg dan dat die bal ook echt weg is. Salai. Rossi. Blijft aan de bal. Wordt in de 16 gegeven. Gered door de keeper. Bal blijft in het spel. Achterstand is nog aanzienlijk. Maar dit doelpunt zit in ieder geval. Alle ogen zijn nu gericht op de doelman. En ik begrijp dat wel hoor. Want moet je nou toch kijken hoe de bal uiteindelijk weer bij de tegenstander terugkomt. Ja, die redding had veel beter gemoeten. Had hij veel zorgvuldiger te werk moeten gaan, dan was dit nooit gebeurd.